oude squallenplaten, tafels, stollen en oormateriaal. Het waren dit weekend alweer verkocht in Den Waard. De inventaris van christelijke MAVO de Saat Guy van der Hoorn. Eerst kregen de leden van de onderwijsvereniging de kans. Daarna oude liefhebbers. De dingen die we toch in die seemloos in het eerste voort. Zodat het er onvoorspelbaar is. En wat sprong er nou echt uit? Wat jouw voort bij je? Biologie dingen. Het skelet waar je mee voortrent. De onderdeel van het menselijk lichaam en dat soort dingen. Natuurlijk er bleef er al een goed oor. Nou ja, dat gaat naar een kringloop. En die daar misschien wel gelukkig mee werken. En wat mensen bij blijven en willen kennen. Zo, dan had het nou een functie en dan voortsmet ik het altijd nog. De Saat mag na 100 jaar de dwarren sluiten. Onder tak komt hier de main leerlingen oormeld winnen. Het meeste personeel had intussen een oorwerkplafond. En ook het materiaal van de squallen vinden wij in de regio. Campus had meubilair gekocht. De Lauwers College had meubilair gekocht. Dokkinga College had meubilair gekocht. Die squallen had eerst al je west en die had je zo'n al je houden. De Wingert had ook een heel groot gedeelte genomen, omdat die normaal in de benedenverdieping komt. Dus dat is al hier in de eerste instantie gingen. Dat echt een nou, functie kreeg van het onderwijs, wat voor zelf hartstikke mooi is. En dan de bovenverdieping, daar komt de sportcoaches in van de gemeente. Nou, de tafel waar ik nu op zit, die gaat ook naar de sportcoaches daar. Dus heel veel dingen kregen een functionele invulling. Alleen je weet altijd in squallen, de controleren dingen binnenkomen. Die in de hoeken zat binnen, die al heel boord gedateerd binnen. Ja, maar als je begint te oprijden, komen ze bij het licht. De omleiding is heel triest, maar ik denk dat we dat trouwproces in het verleden al een beetje gaan. En ik bedoel, ik zorg nog eens een zakelijk verhaal. En het is hartstikke mooi, als er weer onderwijs in komt, dan is het gevoel, nou, laten we zeggen, minder dubbeld. Maar dat ze zeiden, kom, we zetten de bulldozer erin en goed voort. Ik bedoel, Jos gooi erin en dan zei van, Claire, dat is nou weer onderwijs. En dat hele is mooi. Ik en Lisse Parker zeiden van mij is hier, dus de fjouwereerd, of drie fjouwereerd. En dan kost toch nog even naar de Sata. Je moet het hier nog even. Dus dat had ik wel wat.